ben nog op zoek naar een kerstcadeau. Mijn t-shirts zijn al een week uitverkocht, maar... Ik had nog 2 dozen die ik normaal ging verkopen op de Dutch YouTube Gathering. This is some business thinking right here. Het is bijna kerst. Veel mensen zoeken nog een kerstcadeau, dus... Still searching. That grey t-shirt for great quality with the custom tag. What? Ik heb het product die jij aan het zoeken bent. En als jij geen stinkt... Je stinkt niet. Deze t-shirts hebben 100% zweetproof. Zweet... Dus vanaf deze video online staat, heb ik weer enkele t-shirts toegevoegd in elke maat. So go to your parents, dus ik wil een t-shirt voor kerst. En als ze zagen dat je geen t-shirt mag voor kerst omdat het koud is, koop hem dan toch. Je hoopt dat deze nog ooit terugkomen, maar misschien wel iets gelijkaardigs. Dus als jij nog altijd een kerstcadeau aan het zoeken bent, de link in de beschrijving is de place to be. Ik moet het hele masker aandoen, want het stinkt hier. Er is een stinkhoer onder ons. Kijk, als je de video niet liked, dan poel ik op. Dat is een bedreiging. Vandaag zijn we samengekomen om jacht te maken op stinkhoer, man. This guy. Stinkhoer roepen op straat. Kijk, het is gewoon niet grappig. Ik kan door mijn fucking scherm ruiken dat deze guy, hij ruikt niet zo fris naar stinkhoer en zweet. Daarom ga ik vandaag verkleed als iemand van Al-Qaeda jacht maken op stinkhoer, man. Ik ben anoniem. Ik geef jullie een aantal scheldwoorden die ik kan gebruiken in plaats van stinkhoer. Hier een paar alternatieven. Afbakhoer, afgebefte del, afgebrokkelde teenheks, afgedankte kuthoer, afgekeurd kutje, afgekeurde kuttige flabberkont, afgekloven hamsterkut, afgelekte straatsnol. Hey, daar heb je alternatieven om te schelden, amout. We hebben geen naam van deze guy. Hij is volledig ondergedoken. Zijn woordenschat bestaat uit stinkhoer. Dus vandaag is het tijd voor de lang verwachte klopjacht op stinkhoerman. Het enige wat je goed moet doen om stinkhoerman te vinden is... Oh! Oh! Kijk dan. Ze is een afgedankte kuthoer. Dit spel. Ja, I'm so fucking good. Ik denk dat we pas officieel kunnen zeggen dat we stinkhoerman gedood hebben als ik een win pak in dit spel. De nummer 1! Woe! Dit is niet de stinkhoerman. Hij lijkt erop, maar... Jullie zien het allemaal als een funny joke. Dat is het niet. Woef! 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 Is dit stinkhoer guy? Nee, dit is niet... Fuck! Stinkhoer! Woef! Het is niet deze guy. Hij lijkt er wel op, maar... Oké, tot nu toe hebben we nog niet echt progress gemaakt. Ik weet nog altijd niks. Ik moet gewoon een win pakken. Ik moet gewoon die nummer 1. Die is in Fortnite of zo, gewoon in black. Als je iets van info hebt over hem, misschien wel een Q&A doen met mij of zo. NVN worstelen. Ik weet niet of de jongens nog geïnteresseerd zijn in Laura Omloop. Het was even verdwijnen van de wereld, toch? Ik heb een beetje research gedaan. Terwijl ik op zoektocht was naar meneer Stinkhoer, heb ik Laura Omloop ook gevonden. Ze is niet meer aan het zingen of zo, of iets aan het doen. Hè. Ze heeft meegedaan aan Miss Europa. En er is niet zo'n goede spot om rond te lopen als je geen kunnen. Ik vind deze spot niet zo leuk. Maar dit kan wel het huis zijn van meneer Stinkhoer. Oef! Oef! Kijk, dit kan meneer Stinkhoer wel zijn. Yo, is dit de guy? Zijn ogen zijn ook geil en zo. Ben jij meneer Stinkhoer? Eh? Ik denk het niet. Ben jij meneer Stinkhoer? Je hebt een leuk pet met een... Ik weet het niet. Oei. Hey. Oh, hebben de fucking Bowie knife. Is dat een big knife? Kunnen daar mensen mee snijden in hun gezicht? En ik zie ook iemand in de... Als ik hem er nog uit kan snijpen, dan... Het gaat hem niet worden, denk ik. En voor de rest, hey, alles goed met mij. Kijk, dus wat we gaan doen is checken hoe goed deze Bowie knife is. Oké. Okay. Maar ik wil hem testen op iemand die ook aan het spelen is. Niet op een zombie. Hallo? Hey, hij staat hier in de hoek. Hey. Stinkhoer. Kijk, ik ga mezelf hier even opsluiten. Ik moet heel nodig een plasje doen. Hey. Als ik dood ga, dit is stinkhoer. Afgedankte kuthoer. Even een snel plasje, even de stress eruit blassen. Als ik dit potje win. Yo, 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 yo. Yo. Dus stop in die auto. It's time to go. What?
dit voor killcam? Wat? Ik ben in een... Wat? Als meneer Stinkhoer mij gekillt zou hebben, was het op deze manier. Ik wist niet eens dat ik zo kon doodgaan. Wat? Tijd om het af te sluiten met een win. En als ik wil winnen, dan speel ik met deze oude man. We gaan fuck me up. Be careful, meneer Stinkhoer, man. Ik weet dat je deze video aan het kijken bent, yo. I made you famous. Fuck you up. Ga grapjes, man. Tijd om een win te pakken in Fortnite. Mensen die zeggen, ik snap niks van dit spel. Er valt ook helemaal niks aan te snappen. Het is gewoon ik en ik pak een gun en ik kill meneer Stinkhoer, man. We weer de fucking Bowie knife. Ik dacht dat dit een zeldzaam item was of zo. Nee. Oké, hij is niet in dit stadje. En er is hier niemand. Of toch wel? Nee, het is deze vlag die ik hoor. Gewoon alles meegenomen wat ik kan vinden. Nu ga je grapjes mee. Het is niet dat ik grapjes maak of zo. Ik wil gewoon mensen opfokken in dit spel. Die denken dat ik niet kan gamen en zo. En dat ik niet goed ben. En misschien is het waar. Hij heeft mijn ding kapot geschoten. Maar je weet niet dat ik de Bowie knife heb. Hey, Stinkhoer! Oh, dat wil ik nog een keer doen. Hij heeft mijn quad zelf niet kapot gemaakt. Die staat hier gewoon nog. Oké. Okay. Ik stek mensen neer. I shank you in yes. Ik hoor ook een guy in de auto. Yo. Als dit meneer Stinkhoer, man, is. Ik heb ook gewoon één fucking kill. Veel mensen hier. Veel Kobe. Hoi. Oké, maar zijn er nog mensen? Het is Kobe! Oké. Wat een kutspel. Wat een fucking kutspel. Ik denk dat ik een punt bereikt heb waar deze trui nu toch wel naar zwet stinkt. En ik had die al heel de tijd aan onder die jas. Deze trui, plus dit t-shirt, plus deze sokken. Goed. Het is old school. Je kan niet verliezen in deze ding. Je kan alleen die Victory Royale pakken als je deze ding aan hebt. Ah, ik heb mijn PC nog altijd niet geïnstalleerd. IKEA komt met al mijn nieuwe meubels. Ik moet alles zelf in elkaar steken, omdat ik dacht dat ik dat ging kunnen, maar ik betwijfel het ook. Als ik dit potje kan winnen, dan sluit ik de video af met een win. Dan bewijs ik dat mijn kleren dus duidelijk wel je gaming skills improven. Ik denk als ik kan winnen in het spel, dat ik ook wel een kast van IKEA in elkaar kan steken en het bureau. Oké, er is iemand bij mij geland. Yo, dat doe je niet! Oef! Oef! Kobe! Jullie denken dat ik hem er niet kan ingooien. Yo. Oké. Deze trui improved je basketball skills, niet alleen de gaming skills. Oef, hij heeft ons nog niet door. Hij heeft het nog... Oef. Oeh. Deze kill gaat zo vies zijn. Oh, hij heeft het nog altijd niet door. Oh. Er is nog iemand. Easy. We hebben 3 kills. Oké. Er is hier nog een 4e guy. Rustig. 15 kogels. Hoe de fuck ga ik dit doen? Ik heb... Jonko. Dikke Jonko! Ah! Ik had nooit gedacht dat de Jonko-tactiek ging werken, maar... Oké, deze trui. Ik was dus wel op, ik heb het jullie gezegd. Je kan geband worden voor hacking als je deze trui aan hebt en zo. Het is een risico van het vak, snap je? Een risico van het vak als je deze trui aan hebt. Staat hier nog zo'n grote doos? Die is nog niet eens geloot, deze trui. Ik hou ervan. Level 3... Verliezen is geen optie. Het moet die victory... Chalas! Woe! We zijn redelijk goed bezig. Ik weet dat je dat niet mag zeggen, want dan verlies je. De stress in Fortnite is niks vergeleken met de stress in dit spel. En ik zie daar iemand anders ook op een quad rijden. Hij rijdt recht voor me. Oké, doe chill. Ga even checken met mijn auto of er hier iemand is. Er is hier zeker iemand. Oef, ik weet niet wat de volgende stap was in mijn plan. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Er zit ook iemand boven mij. Daar loopt hij. Oké. Easy kill. Ik weet alleen niet hoe ik uit deze cirkel ga komen, want er is iemand aan het schieten op mij. Nee, daar is hij. Alsjeblieft niet doodgaan, nee. Denk aan de trui. Oef. Oh. 6 kills. Oké, ik weet niet echt wat mijn plan nu is. Als ik een beetje rush, dan kan ik nog 10 kills halen. En er ligt een supply drop voor ons. Ik zou heel dom zijn als ik die neem. Yeah.
Wat een kutspel. Hij stond achter de muur. Wat? Ah, de naam. Nee, god, oké. Okay. Comment van de vorige video die een gratis t-shirt gewonnen heeft. Is Rocky. Met de comment Nathan van der Gulst. 19, ook al bekend als Acid, onder vuur door het promoten van drugs in zijn video's. Ik promoot helemaal niks, alleen mijn kleren. Rocky. Jij krijgt een free t-shirt, stuur me jouw adres, je maat. Dan stuur ik die zo snel mogelijk op. Thanks for watching, guys. Misschien upload ik wel elke dag in december. Oef, want de YouTube monies zijn dik in december. Hallo. Give her some hot sauce. Oh, shit. Oh, the hot sauce.